Ja, dat is nu de zesde keer dat we dat inrichten. Dus we moesten vroeger altijd uitwijken, maar nu hebben we dus onze eigen vijver. Dus nu zijn we dus de eerste keer hier in Elewijd. Dus we zijn met 40 mensen aan het vissen op het ogenblik. Dus. Hoe verloopt dat puntensysteem juist? Dus wij hebben in twee reeksen gevist. Dus deze morgen hebben we 39 mensen gevist en deze namiddag 40. Dus nu gaan we straks zien die uitslag maken van die twee reeksen. En dan schuiven we die gewoon in elkaar. Wat wil dat zeggen? Dus de reeks die het meeste gewist heeft, heeft nummer 1. En de volgende krijgt nummer 2. Dus schuiven we dat gewoon in elkaar en de vier eerste van elke club tellen voor punten voor het systeem, dus met onze beker uit te delen. Karin, valt niet dikwijls voor dat vrouwen vissen, hè? Ja, ik wel. Ik vis geregeld. En wat is daar zo plezant aan? Ja, met mijn man beginnen te vissen, ben ik mee beginnen vissen. En waarom heb je man gevolgd? Moest je hem in doog houden? Nee, dat niet. Maar anders was ik altijd alleen thuis en daarmee. En zo ben ik ook op de bak beginnen zitten. Dus het is een wisselbekersysteem. Dus om de 3 jaar kan die gewonnen worden. Als de club achterin 3 jaar op 5 wint, heeft hij de beker gekregen. Dat is al een keer voorgevallen met de stekelbars. Dus nu zijn we terug een nieuwe beker aan het vervissen. We zullen het zo uitnemen. Maar er is ook nog geldprijs. Dus de vissen hebben ingelegd en dat wordt ook verdeeld. Dus onder de wensen. Dus we hebben alle maten. Dus van 2 centimeter bij wijze van spreken tot ja, 1,30 meter misschien, ik weet het niet. Maar dus zeker al 80 centimeter weten we zeker, want er zitten erop de snoeken dus die we geplaatst hebben. Dus dat weten we zeker. Dus daartussenin zit de vismaat. Dus, maar die worden altijd terug in de vijver gezet voor dus de volgende week terug te kunnen bevissen. Maar een vis van 2 centimeter kun je toch niet vangen? Ja, wel, die bijt wel aan het maatje nog. Ja, ja. Heel moeilijk, maar het gaat. Maar die wordt dan toch niet gewogen? Die valt door het net, dus die kunnen moeilijk wegen, ja, ja.